Presenteren hoeft al lang niet meer met PowerPoint. Natuurlijk is Prezi een fraai alternatief, maar Microsoft heeft sinds kort ook een zeer aardige presentatievariant. In een aantal eerdere how heb ik al wat mogelijkheden laten zien. In deze how onder andere het toevoegen van documenten en grafieken. Ik ben gesurfd naar Sway en heb de presentatie geopend die ik in de vorige how heb gemaakt. Ik ga nog een aantal kaarten met nieuwe mogelijkheden toevoegen. Dat doe ik onderaan, dus daar klik ik eerst. Met groeperen kun je meer inhoud in één kaart toevoegen. Je kunt hiervan de opmaak bepalen. Ik verander dit nu niet en klik op Inhoud toevoegen. Als je op het pijltje achter voorgesteld klikt, zie je welke bronnen je kunt gebruiken. Je kunt ook zelf aangeven welke bronnen je graag toegevoegd wilt zien. En via uploaden kun je materiaal van je eigen PC toevoegen, zoals een Word-document. Ik laat eerst het Word-document Bijzondere Dieren in Word zien. Ik keer terug naar Sway. Nu voeg ik het document toe. Daarna kun je kiezen of je de inhoud uit het document wilt importeren of het gehele document wilt insluiten. Ik klik op importeren. Teksten worden keurig verdeeld in kaarten en secties. Die worden automatisch gemaakt voor een kop. Tijd voor een voorbeeld. Ik scroll naar het Word-document. Let vooral op de fraaie opmaak. Ik ga terug naar de bewerkingsmodus en de kaarten. Aardig is om vergelijking te bekijken. Je kunt hier afbeeldingen naast elkaar zetten. Ik voeg deze toe van OneDrive. Je kunt een afbeelding ook slepen. Er is nu een groep gemaakt. Deze kun je eventueel opheffen. Tot slot in deze how-to laat ik het invoegen van een grafiek zien. Het bewerken van de grafiek en het eigen gegevens invoeren doe je in de Remix. Ik klik op deze link. Als je op de grafiek klikt, zie je hier een aantal knopjes. Hiermee kun je het grafiektype wijzigen. En hiermee kun je gegevens toevoegen. En met de laatste knop kun je titels toevoegen. En de waarde laten weergeven. Nog een keer naar het voorbeeld. Ik heb nu de grafiek in beeld. Als je bepaalde gegevens niet wilt zien, klik je daarop in de legenda. Tot zover deze houdt u over Sway. Meer over Zwee in de volgende.